Dames en heren, mensen op de publieke tribune, tegenwoordigers van de media, zoals ik altijd zeg, en de mensen die ons thuis kijken en luisteren. Van harte welkom op deze bijzondere raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018. Ik open de vergadering met mededeling van de afwezigheid van de heer Oding, maar hij is aanrijdend en we verwachten hem elk moment in ons midden. Als ik zo rondkijk, dan is de kring wat intenser geworden. We hebben meer mensen in deze raad. En wat ook wel mooi is om te zien, de schotten zijn weggehaald tussen de fracties. Dus dat moet iets goeds beloven voor de komende raadsperiode. Jawel, ik denk het wel. Dat is een goede verwachting in ieder geval. Maar ik kom daar straks op terug. Want voordat wij u als raad kunnen installeren, kijk ik nog heel even toch naar de agenda. En ik vraag u toch of u deze agenda kunt goedkeuren. Een vraag die ik toch maar stel. Maar ik hamer ook heel snel door, want deze agenda is bij deze vastgesteld. Nou, dat kan ik nu nog doen. U bent nog niet beëdigd en dat gaan we zo meteen doen. Want dat is inderdaad het volgende agendapunt. En het is mooi om te zien dat er zoveel mensen in ons midden zijn die dat moment willen meebeleven. En mooi om te zien. En dat we dat ook tegenover eigenlijk de samenleving van onze gemeenschappen kunnen doen. En dat ga ik dan ook doen en ik doe dat van achter het spreekgestoel. Het is even wennen, want ik fluister de griffier net wat toe, maar ik merk dat de fractie van 50PLUS kan horen wat ik zeg. Dus daar moeten we nog wel even aan wennen. Moeten we nog even wat codetaal afspreken, Frank? Hoe we dit nu gaan doen? Moet ik nog even rekening mee houden. Het is nog even wennen met de microfoons, maar we krijgen andere microfoons. Dus dan gaat dat wat makkelijker worden nog naar de volgende raadsvergaderingen toe. Zoals gezegd, ik ben toegekomen aan agenda punt 3, de beëdiging afleggen van de verklaringen. Van beloften en de eed van leden van de raad. En die beëdiging van maar liefst 33 raadsleden hier in onze gemeente gaan we zo dadelijk meemaken. En we hadden inderdaad 31 raadsleden, maar door de groei van het inwoneraantal van onze gemeente, door de 60.000 inwonergrens heen, en inmiddels zijn we al rap op weg naar 61.000 inwoners, gaat gestaag door, mag ik vanavond u alle 33 raadsleden hier beëdigen. En voor u allen geldt dat het onderzoek naar uw geloofsbrieven afgelopen dinsdagmiddag is gebeurd en dat dat geen onregelmatigheden heeft opgeleverd. Dus dat is ook altijd een mooi moment van constateren. En de commissie heeft daarover dinsdagavond ook gerapporteerd. En wat dat betreft staat niets een beëdiging daarom nog in de weg. Maar bijna niets moet ik zeggen, want er is inderdaad nog één voorwaarde waaraan u moet voldoen en dat is het afleggen van de eed of de verklaring en de belofte. En dat is dan ook echt de laatste stap die we gaan zetten voordat u uw ambt als raadslid kunt gaan uitoefenen. En ik heb ervoor gekozen in afstemming met de griffie om dat in alfabetische volgorde te doen, zodat er toch enige orde in zit. En we beginnen met de eed en daarna met de verklaring. En ik ga zo meteen de eed voorlezen. En daarna ga ik u, diegene althans die hebben aangegeven de eed te willen afleggen, op alfabetische volgorde van uw achternaam vragen. Uw twee voorste vingers, en dat is een heel procedure, maar uw twee voorste vingers, maar dat is niet helemaal waar. Want het gaat eigenlijk om uw wijsvinger en uw middelvinger gesloten aan elkaar. U mag even oefenen, gesloten aan elkaar in de lucht te houden en dan te antwoorden met de woorden zo waarlijk. Help me mijn God almachtig. En door te handelen naar uw eed, draagt u daarmee bij aan een integer gemeentebestuur van deze gemeente. En aan al die bijna 61.000 inwoners waaraan u eigenlijk die eed aflegt. Het is een mooie symboliek.
Ik ga de eed voorlezen, maar niet nadat ik u heb gevraagd. Diegene die de eed wensen af te leggen, nu willen gaan staan. En dan ga ik de eed voorlezen. Als het goed is, moeten dat 22 mensen zijn. En de heer Oding komt later, dus dat gaan we wellicht straks doen. En anders doen we dat in de volgende vergadering. Zeg ik u alvast. De eed. U hoeft nu uw vingers nog niet omhoog te doen, maar straks als ik uw naam roep wel. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks en onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks en onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Erik Bak. Ja. De heer Max Bakhuis. De heer Gerrit van den Berg. De heer Martijn Breukelman. De heer Rick Brink. De heer Erik van der Gampen. Mevrouw Anne van der Hoek. Mevrouw Simone Hof. Mevrouw Siska Joldersma. De heer Bas Kuipers. Mevrouw Heidi Mensink. De heer Gerard Nijhoff. De heer Kees Pieper. U wilt de belofte. Of de eed. Mevrouw Birgit Rusken. De heer Gijs Schuurman. Mevrouw Elma Soeten. De heer Zaken Christiaan Telpstra. Mevrouw Wiepie van der Veen. Mevrouw Anita Vetke. De heer Piet Kees van der Wel. De heer Arsenio Biet. Dank u wel. Dan mag u nu weer plaats nemen. En gaan we de heer Oding, als hij arriveert, op een ander moment doen. En dan gaan wij nu door naar de verklaring en belofte. En ook daar geldt dezelfde procedure. Ik lees zo meteen de verklaring en belofte voor. En daarna ga ik u, diegenen die hebben aangegeven, althans de verklaring en belofte te willen afleggen, één voor één vragen, eveneens weer opnieuw, op alfabetische volgorde te antwoorden met, in dit geval, dat verklaar en beloof ik. Je hoeft geen vingers te steken. En ook voor u geldt door te handelen, door deze belofte uit te spreken, zegt u daarmee ook dat u bijdraagt aan een integer gemeentebestuur van deze gemeente. En ik zou diegene willen vragen die de verklaring en de belofte willen afleggen om nu te gaan staan. Dan ga ik de verklaring en de belofte voorlezen. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks en onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks en onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dan ga ik nu uw naam opnoemen en vragen om u daarop te antwoorden met dat verklaren beloof ik. Allereerst de heer
Falco Bruinsma. De heer Eddy Geesing. De heer Bert Gelling. De heer Rijn Jonkhand. Mevrouw Annie Kelder. De heer Wim Ploeghorst. Mevrouw Mirjam Klok. Mevrouw Pitta Luiten. Mevrouw Jeanette Meijerink. De heer Jaco Rodemond. Mevrouw Linda Verschuur. Dank u wel allemaal. En daarmee mag u ook gaan zitten. En wil ik u van harte feliciteren. Dat geldt voor u allemaal natuurlijk. Alle 33 raadsleden. Want we zijn nu echt compleet. Want de heer Olink is ook binnengekomen. En ik zal hem straks nog de eten af gaan leggen. Maar ik wil u nu alvast feliciteren. Als lid van de raad van de gemeente Hardenberg. En u ongelooflijk veel succes toewensen. In dit mooie, maar ook verantwoordelijke ambt. De vraag is, heer Oding, bent u al zover? Ja? Het kan zijn dat u ook nog even wilt acclimatiseren, maar dat doet u niet. Dan ga ik de eed voorlezen. En als u nog even zou willen wachten, mag hoor, maar als u zegt, ik doe het nu. Ja. Ook u zou ik willen vragen om op het moment dat u de eed aflegt, de twee voorste vingers van uw rechterhand, de wijsvinger en de middelvinger, gesloten in de lucht te houden en te antwoorden met zo waarlijk help mij God, machtig. U heeft het eerder gedaan, dus komt vast goed. Ik ga eerst de eed voorlezen en dan vraag ik u om de eed af te leggen. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen en te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat is daarop uw antwoord. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Dames en heren, mag ik een applaus voor deze 33 raadsleden? En daarmee bent u inderdaad, zoals gezegd, lid van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. En wil ik u van harte welkom heten. En ja, u heeft wel gemerkt, het is toch een bijzonder moment. Mooi, ik zei het net ook al, dat zoveel van u erbij zijn, familie, vrienden, bekenden, om hierbij aanwezig te zijn. Want ja, u heeft het mandaat gekregen als volksvertegenwoordiger voor de komende 4 jaar om deze gemeente te besturen. En ruim 60% kunnen we zeggen, ruim 60% van de kiesgerechtigde inwoners van onze gemeente heeft u de ruimte gegeven om hele goede keuzes te maken voor het welbevinden van al onze inwoners voor de komende jaren. En ook uw familie en vrienden wil ik van harte feliciteren met uw benoeming tot raadslid. Want zij hebben natuurlijk u in de afgelopen periode bij de kandidaatstelling en bij de campagnes die zijn gevoerd ontzettend gesteund. En hebben ongetwijfeld met u ook heel erg meegeleefd naar dit moment van vandaag. En er zijn altijd twee leuke momenten aan het worden van, of het zijn van het raadslid. Dat is het begin, als u wordt geïnstalleerd als raadslid. En aan het eind als u afscheid neemt. Daartussenin moet er ongelooflijk veel energie gestoken worden in wat u te wachten staat en wat u moet gaan doen. Maar het is een ongelooflijk mooie functie en een ongelooflijk mooie taak om te doen. En ik wil niet alleen de nieuwelingen, maar natuurlijk ook de mensen die al eerder in deze raad hebben gezeten, daarmee ontzettend veel succes wensen. Want ja, we kunnen zeggen, u bent het hoogste orgaan. Vaak denken kinderen en oudere mensen dat dat de burgemeester is. Dat vind ik zelf altijd heel prettig. Maar het is toch echt zo dat u dat bent als gemeenteraad. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo belangrijk wie nu het hoogste orgaan is. Het is vooral veel belangrijker om een heel goed samenspel te hebben met elkaar. Raad, college, burgemeester, griffier.
Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we deze gemeente goed besturen. En voor de raad is dat natuurlijk ja, heel belangrijk. De kaderstellende rol, de controlerende taak die daar ook bij hoort. Want u stelt de kaders vast waarbinnen het college moet gaan opereren. En ook vooral moet gaan doen, uitvoeren en realiseren. En u controleert dat college op die uitvoering. Maar wat minstens zo belangrijk is, is uw rol als volksvertegenwoordiger. Want u heeft allen zonder last of ruggespraak het vertrouwen van onze inwoners gekregen om hen en hun belangen mee te wegen in het algemeen belang dat u dient. Want u dient het algemeen belang. En dat houdt in dat u zaken die in onze samenleving spelen, van algemeen belang zijn, die kunt u allemaal opvoeren op die politieke agenda. Maar het houdt ook in, en dat is de andere kant van de medaille, dat u de burgers en de samenleving moet kunnen uitleggen waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen en om waarom bepaalde besluiten genomen zijn en waarom die ook moeten worden genomen. Waarom heeft inderdaad een gemeenteraad bepaald voor de komst van een AZC? Of waarom heeft het gemeentebestuur besloten dat er een windmolenpark moet gaan komen? U vervult daarmee ook een hele belangrijke ambassadeursfunctie van het gemeentebestuur van deze gemeente. Waaraan u de zorg voor de samenleving wordt opgedragen. En democratie vertaalt zich niet alleen hier in deze raadzaal, zoals ik dat zelf wel eens noem, het democratische hart van deze gemeente. Daar zien we vooral de politieke democratie, de representatieve democratie zoals we dat noemen. Maar voor ons als gemeentebestuur ligt er vooral de uitdaging om de verbinding te maken met allerlei vraagstukken, plannen of initiatieven die er vooral vanuit de samenleving komen en die er zijn. Want onze inwoners organiseren zich in allerlei verbanden om met elkaar iets te bereiken of invloed uit te oefenen. En het wordt juist de kunst om daarmee de verbinding te maken, de balans te zoeken en daarin ook weer het algemeen belang te wegen. En het project van bijvoorbeeld Bouw je eigen buurt in het kader van het opstellen van een omgevingsvisie is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld geweest in de afgelopen periode en waarin we ook nog weer volop in deze nieuwe raadsperiode mee te maken zullen krijgen. Niet meer voor onze inwoners visies opstellen, maar vooral samen met onze inwoners een visie maken van welke kant gaat het op. Maar bijvoorbeeld ook de digitalisering van de samenleving moet hier wel in oogschouw worden genomen. Want die samenleving digitaliseert en wordt onderdeel, is onderdeel al van ons dagelijks leven. En dat gaat nog steeds verder. De samenleving, of ik moet zeggen de digitalisering van die samenleving, biedt ook volop kansen. Kansen voor het verbeteren van onze dienstverlening, het inzetten van allerlei data om ook daarmee beleid te maken en elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. En het allerbelangrijkste is daarbij, digitalisering is geen doel op zich, maar ook het menselijk contact blijft daar weer heel belangrijk. En regionale samenwerking, een ander thema. Als een van de weinige grensgemeenten in Nederland blijft Hardenberg groeien, ook de komende jaren. En dat wil niet zeggen dat we maar een beetje achterover kunnen leunen en op onze lauweren kunnen rusten. Nee, we moeten blijven investeren. Ons blijven inzetten om ervoor te zorgen dat het hier goed blijft gaan. Zowel economisch, maar vooral ook sociaal. Want niet alleen economische welvaart is belangrijk. Ook zaken, juist als gezondheid, vitaal vechtdal daarbij te noemen. Woontevredenheid, veiligheid en de juiste balans tussen werk en privé zijn minstens net zo belangrijk. Want dat alles samen maakt hoe het met onze welvaart is gesteld hier in deze gemeente. En die is op zich goed in Hardenberg. Dat blijkt elke keer weer. Beter dan in de grote steden. Mensen in onze regio zijn gelukkig en tevreden. En laten we er ook vooral met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft. Naast de samenwerking lokaal is ook de regionale samenwerking van belang voor een goed bestuur, juist in die eigen gemeente en in onze regio. Met onze omgeving. Door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en de belangen en die van het geheel, de regio, dragen we bij aan die gezamenlijke resultaten. En dan om Hardenberg. Toch wil ik daar iets over zeggen. Want om de ambitie van onze gemeente naar de toekomst vorm en inhoud te kunnen blijven geven, hebben de vorige raad en het huidige college aan het eind van vorig jaar
een keuze moeten maken om die samenwerking met onze buurgemeente Ommen op een andere manier voort te zetten. En in de loop van dit jaar zal verder duidelijk worden in welke vorm we die samenwerking voort kunnen zetten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat onze inwoners hier van onze gemeente Hardenberg er in die gemeentelijke dienstverlening niets van merken. En in de tussentijd zijn we ook nu al aan het bouwen aan een nieuwe organisatie voor de gemeente Hardenberg. Integriteit. Integriteit voor uw werk in de gemeenteraad is er door de Griffie een mooi inwerkprogramma voorbereid. En dit programma raad ik u ten zeerste aan om daar gebruik van te maken. En een enkel onderdeel is bestemd voor heel specifiek nieuwe raadsleden, maar de meeste onderdelen zijn relevant voor alle 33. Het gaat onder andere over rollen, taken, verantwoordelijkheden, instrumenten van de raad, ook over de cultuur in onze raad. Hoe gaan we met elkaar om? En deze raad, de vorige raden kennende, is dat altijd positief kritisch. Hard op de inhoud zouden we kunnen zeggen, maar zacht op de relatie. Er wordt gediscussieerd, er wordt gedebatteerd. Dat is ook mooi. En ik hoop ook dat u vooral onderling als raad en tussen de verschillende fracties vooral het debat opzoekt. Maar altijd met respect voor elkaars standpunt. En ik spreek de wens, de hoop uit dat dat zo blijft. Maar heb daar ook tegelijkertijd alle vertrouwen in. Het inwerkprogramma, zoals gezegd, zal ook een onderdeel integriteit bevatten. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel waar ik ook als voorzitter van uw raad en voorzitter van het college heel erg aan hecht. Want ook in onze gemeente zijn er hele korte lijnen die bestaan tussen de politiek en de samenleving. Tussen raadsleden en verenigingen. In de politiek is dat vaak het geval. Dat wanneer iemand in de samenleving, in de maatschappij opvalt, hij of zij ook snel wordt gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de raad. En dat is natuurlijk ontzettend mooi om zulke betrokken kandidaten als raadslid te hebben. Maar het vergt ook goed nadenkwerk hoe je daarmee omgaat. Want let u wel op bij het combineren van deze verantwoordelijkheden. Want heel snel staat voor u het dilemma van de zogenaamde dubbele petten problematiek. Natuurlijk kunt u de zaken zelf wel goed scheiden, maar kunnen anderen dit ook? Dat is de essentiële vraag. En mijn advies aan u bij activiteiten van een raadslid, zoals u dat wellicht doet, waarbij die dubbele petten problematiek wellicht zou kunnen spelen, maak het vooral bespreekbaar. Maak het bespreekbaar in uw eigen fractie. Maak het bespreekbaar in de raad. En maak het bespreekbaar met mij als voorzitter of met de griffier. Samen komen we altijd tot een oplossing en vooral al door het gesprek erover aan te gaan worden vaak zaken veel duidelijker. Dames en heren raadsleden, u gaat de komende 4 jaar met elkaar aan de slag. Eerst natuurlijk nog even die coalitievorming en de benoeming natuurlijk ook nog van een nieuw college, wethouders. En dit zou nog kunnen leiden tot een gewijzigde samenstelling van uw raad. Ik kan er niet op vooruitlopen, maar ik sluit het ook niet uit. Daarom wens ik u nu, alle 33 raadsleden, voor dit moment alle succes toe. Niet alleen bij de eerste vergaderingen, waarvan ik zeker weet dat alle 33 daar nog aan mee zullen doen. Maar natuurlijk ook voor de komende 4 jaar. Ik zou zeggen, maak er wat moois van. Dank u wel. Ik zou voor de verdere procedure, want dit is een hele korte raadsvergadering, u allen namens alle bijna 61.000 inwoners, laten we maar zeggen, van deze gemeente een mooie bos bloemen willen aanbieden. Dat gaan we direct nu doen. Daarna ga ik de vergadering sluiten en wil ik de raadsleden vragen om met mij mee te gaan, want dan gaan we in de hal. Wordt er een groepsfoto gemaakt om dit moment ook vast te leggen. En daarna zou ik uw familie, vrienden, uw naasten willen vragen om u te feliciteren. Dus eerst even een foto maken en daarna de felicitaties in ontvangst nemen. Maar we beginnen met de bloemen.
Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg, ik sluit deze bijzondere raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018. Ik wens u nogmaals veel succes toe en ik vraag u of u direct even mee wilt lopen om de foto te maken. Dat daarna kan uw familie en bekenden u van harte feliciteren. De vergadering is gesloten en we nodigen u ook heel graag uit om nog straks een drankje en een hapje te nuttigen en even informeel met elkaar verder kennis te maken. De vergadering is gesloten. Hallo! Hallo!